Oké, voor de mensen thuis, hier waren we gisteren gebleven. Die moeten we alleen wel weer opnieuw doen, blijkbaar. Oké, Paddy, ik denk dat we alles opnieuw moeten doen wat we gisteren hebben proberen te doen. Ja, en hoe waren we ook weer begonnen? Nou, ik volg het bord gewoon weer en dat we gewoon al die potions proberen te maken. Dus follow my lead, zou ik zeggen. We beginnen met FB te koppelen aan PJ. Moet jij even kijken wat dat is? FB, zei je? Ja, dat is Fungi Roborates. Oké, dat is de mushroom, eigenlijk de meest normale mushroom, zeg maar, zonder stippels erop. Ja, die heb ik en de andere was. Die gaan we met PJ koppelen. Dat is Paraxio Phyllexorate. Ja, dat is de krab met het poephuisje. Ja, die heb ik en die gaan we mengen of... Ja, dat kan mengen, denk ik. Ja, als het goed is ga je die mengen en dan krijg je OT. Het is gemengd, maar het is denk ik geen OT. Wat is er dan geworden? Het lijkt op een wortel. Idee, het dingetje van Harry Potter, weet je wel. Ja, een oxymuratoroxis is dat. Oh, dat is een J. Dat is een T. Het leek heel erg op een J, sorry. En deze gaan we koppelen met PA. PA is Pristaxio Phyllexorate. Ja, dat is het knoflookplantje met twee bladen erbovenop. Ja, en die gaan we dan weer mengen. Ja, en als het goed is krijg je dan de OH-potion. Klopt, ik heb de OH. Helemaal goed. Dan laten we die eventjes voor wat het is. Dan gaan we nu naar de rechtertak. Want de middelste tak die lukte gisteren niet helemaal. Die bewaren we voor het laatst. Dus we beginnen nu even helemaal rechts. En dan beginnen we met PE combineren met FR. PE is Pristax Ivorex. Oké, Pristaxiforex, dat is een plant met drie soort van rare bloemen eraan. Ik weet niet of jou dat wat zegt. Nee, ik denk het niet. Ja, ik vind het heel moeilijk om deze te beschrijven, maar het is zeg maar een staande plant met drie bloemen eraan. Zitten die bloemen op elkaar? Lijkt het op een paddenstoel? Het zou kunnen. Het zijn in ieder geval, het is in ieder geval een staande plant met daaronder twee bolletjes daaraan bengelend. Die heb ik niet. Dat is heel raar moment. Kan jij mij voorlezen wat voor planten je wel hebt? Ik heb soort van kersen idee, druiven idee. Ik heb een paddenstoel met drie hoedjes bovenop elkaar. Ik heb dan het krabje met die drie bloemetjes op zijn schelp. Dan heb ik die knoflookplant. Een rechtstaand plantje met een bloemetje erboven. Met twee blaadjes aan zijn stengel, om het zo te zeggen. En hij heeft ook een soort van gezichtje. Daarnaast staat een normale paddenstoel. En daarnaast staat het krabje met het poepschild. Oké, dat zijn de enige dingen die je op dit moment hebt, hè? Dat is wel raar. Ik had het gevoel dat we hem gisteren wel gedaan hebben. Maar als wij geen PE hebben, dan wordt het heel lastig. Ja, ik kan potions uit elkaar halen die ik heb. En dan krijg ik weer andere. Oh, dat is interessant. Oké, heb jij wel een DB? Oh, sorry, een PB, excuus. Dat is Paraxio
Xiroborate. Ja, dat is namelijk de krab met de schelp van een slak met 3 bloemetjes erbovenop. Ja, die heb ik. Als je die uit elkaar haalt, dan krijg je als het goed is 2 nieuwe dingen. Dat klopt, dan krijg ik zo'n Harry Potter wortel met zijn armpjes omhoog. En een krabje met een punter schild. Oké, dat is wel raar. Kun jij mij vertellen wat FR is? FR is Fungi Ribramis. Ik kom eigenlijk niet verder nu. Laten we even gaan kijken. Heb jij toevallig een PO? Ja, PO is Primaxiophiluxo. Dat is die 2 bloemetjes, maar die had jij nog niet, hè? Nee, die heb ik niet, maar die kan ik wel krijgen. Die kan ik me herinneren van gisteren. Kan jij kijken wat een DL is? By the way, die 2 bloemetjes heb ik nu weer. Oké, kan je alsnog even kijken wat een DL is? DL is Delphologiscates. Oké, dat is dat ene staande plantje met 2 van die blaadjes omhoog met een gezichtje en dat bloemen als haar. Ja, die heb ik. Zou je die eens uit elkaar willen splijten? Ja, dan krijg ik dan die 2 bloemetjes uit. En nog eentje, denk ik, of niet? Ja, en paddenstoelen. DL. Kan je zeggen wat een PL is? PL is Prestaxio Luoborate. Dat is volgens mij waar we gisteren de fout in gingen. Want dat is degene die ik dus niet op de kaart heb staan. Ik denk nog steeds dat de puntvormige krab is. En dat je die samen met het plantje die we net hadden, met dat gezichtje en dat haar. Nope, dan krijg ik nog steeds niks. Heb jij een AM? Ik heb geen AM. Staat AM helemaal niet op jouw kaart wat dat betekent? Nee, staat er helemaal niet op. Ik denk trouwens wel dat ik weet wat de AM is. Heb jij niet zo'n Harry Potter plantje, maar dan iets dunnere versie, zeg maar? Ja, met zijn armpjes omhoog. Ik heb hier niet per se armpjes omhoog, maar gaan hem wel proberen. En die graag combineren met PO. Ik moet alleen even weten wat PO is. PO is Prima Xiophiluxo. Dat is de 2 bloemetjes. Als je die wil combineren met elkaar. Die combineren. Nee, dan krijg ik niks. Nou, dan geef ik het op, want dan heb ik geen idee wat er moet gebeuren. Het is ook zo raar, want die OH-potion die je hebt gekregen, dat klopte helemaal met de manier hoe we het deden. En de rest klopt gewoon allemaal niet. Kan jij voor mij even iets checken bij je afkortingen? Ja, wat wil je weten? Staat bij de afkortingen bij jou ook Aliomigna ertussen? Nee, staat er niet tussen. Ja, dan kan het bijna niet anders zijn dan dat AM zou moeten zijn. Ik zoek namelijk een soort Harry Potter plantje. Het is eigenlijk gewoon een staand plantje met een dik hoofd met 2 blaadjes naar de zijkant. Kan ik jou uit elkaar halen? Nee. Kan ik jou uit elkaar? We kunnen die wel proberen te maken. Wat was OX ook alweer? OX is Oxy
More Xoris. Oké, die Oxymuryxoris, dat is een wortel met 3 blaadjes op zijn hoofd. Die heb ik niet, maar ik ga nou even allemaal potions uit elkaar halen om te kijken wat ik allemaal krijg. Als je PO uit elkaar haalt, zou je hem moeten kunnen krijgen als het goed is. PO. PO? Ja, PO. Dat is Prima Xiophilixo. Ja, dat zijn de 2 bloemetjes. Als je die uit elkaar haalt, zou je hem als het goed is moeten krijgen. Deze uit elkaar. Ja, nu heb ik een PL en een worteltje met 3 blaadjes. Hoe weet je dat het een PL is? Nee, ik heb een PL. Ik weet niet wat het is, maar op het afbeelding staat PL. Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval heb je die wortel, dus dat is mooi. Zou je die wortel willen combineren met PB? Even kijken welke dat ook weer was. PB. Dat is Paraxiroborate. Dat is de krab met het slakkenhuis en de 3 bloempjes erbovenop. Die moet je combineren met de wortel. Krijg ik niet. Ik krijg niks. Jij had net een blaadje met PL gekregen, hè? Klopt. Zou je die kunnen combineren met een DL? Dat is Delphologiscate. Ja, dat is dat plantje met die 2 bladen en een gezichtje en dat bloemetje op zijn hoofd. Ja, nou heb ik wat gekregen. Het lijkt... Wat heb je gekregen dan? Ja, het lijkt op een aardappel, maar dan blauw. Ja, dat is een Oxyluoroborate. Ja, dat is OL, of niet? Ja, dat denk ik wel. En OL, dat is een van de ingrediënten die we als laatste moeten hebben. Dus die aardappel samen met die OH. Oké, dan moet ik er nog eentje van de 3 als goed. Ja, en dat is een PF. Prostaxiophilix? Ik kan uit geen 1 letter die ik hier heb staan een F maken. Ik zie alleen een A, O, J, L... B en een E. Ik weet niet of PF in jouw notitie staat, maar ik denk dat dat de Prostaxiophilix is. Die staat ook niet in mijn boekje. Ik ga wat proberen hoor, om hem te krijgen. Jou kan ik ook niet uit elkaar splitsen. Nee. Kan ik die ook niet op een bepaalde manier maken wat jij kan zien? Jawel, dat hebben we al geprobeerd, maar dat deed hij niet. Dat is weer die rode. Ik wil die rode niet. Ik wil die andere hebben. We hebben op een gegeven moment een PO gescheiden en dan kregen we de OX en nog iets anders, maar... Ja, ik probeer nou die andere Harry Potter plant weer terug te krijgen, maar ik weet even niet meer welke dat was.
Over welke plant ik jou überhaupt nog niet heb gehoord, is de twee aan elkaar gegroeide wortels. Die heb ik ook nog helemaal niet gezien. Ja, ik denk dat je maar wat dingen moet proberen, want ik heb er geen idee. Zou jij PE en FR kunnen combineren? PE is Pristax Ivorex. Ja, dat is die plant met, ja, deze kan ik heel moeilijk uitleggen, maar die heeft gewoon drie bloemen eraan. Tenminste, drie ronde soort bloemen met twee ballen eronder aan hangen. Wat was de PB ook alweer? PB. Dat is Paraxyroborate. Ah, oké. Ik denk dat ik net iets niet goed heb gedaan. Zou jij die Paraxyroborate toevallig kunnen combineren met de OX? En de OX was die wortel. Welke is de Paraxyroborate dan? Oh, sorry. Dat is de krab met een soort clamperl eromheen. Die krab met die clamperl, die heb ik niet. Als jij die ene met super Saiyan haar, zeg maar, die plant, split, wat krijg je dan? Dat is één klompje waarmee er op alle stoelen uitkoopt. Ja, daar hebben we nog niks mee gedaan, toch? Nee, daar hebben we nog niks mee gedaan, maar die kan ik ook niet verder splitsen. Dat is namelijk de Fungiri Barex. Weet jij welke initialen daarbij horen? Fungiri Barex, zei je? Ja, Fungiri Barex. Dat is FA. Dat is interessant, want die staat helemaal niet op mijn bord. Kan je die eens combineren met OX? En OX was volgens mij de wortel met de drie blaadjes. OX is Oxymuroxoris. Ja, dat is die wortel met drie blaadjes. Krijg ik niks. Ja, ik heb drie soorten krabjes. En dat is die ene met een hele hoge puntschelp. Degene met de drie bloemetjes en het poepschelpje. Meer heb ik niet. Ja, er is nog één krab meer. Maar die moeten we waarschijnlijk maken door meerdere bloemen met elkaar te kruisen. Of andere dingen met elkaar te kruisen. Elke keer als wij het over een bepaalde bloem hebben, over de Pristaxivorex, dan snap je niet welke ik bedoel. Ja, die heb ik en dat zijn een soort van druiven-idee. Naar mijn idee. Nou, zo zou ik ze niet noemen, maar dat is wel degene die ik bedoel waarschijnlijk. Welke is Pristaxivorex ook alweer? Dat is PE. Oké, die moeten wij combineren met FR. Ja, welke is PE dan? Pristaxivorex. Dat zijn die druiven. Wacht, ik zet ze even neer voordat ik ze vergeet. En die moesten we combineren met PJ? Nee, met FR. Dat is Fungi Ribramis. Ja, en dat is die ene mushroom die drie op elkaar gestapeld. Ja, ik heb het krabje met de klempel eromheen. Jezus. Ja, dat is waarschijnlijk omdat jij die bloemen aanzag voor druiven. Ja, ik vind ze gewoon op druiven lijken. En deze, die voeg je samen met OX? Ja, en dat is die wortel als het goed is. Dat klopt. Dat is Oxymurexoris. Ja, dat klopt.
En nu heb ik inderdaad een heel smal lichaampje, een groot hoofd met twee blaadjes erbovenop. Nou, en die koppel je dan weer aan PO. PO is Primaxio Filixo. Ja, en dat is de twee paardenbloemen. Heb ik die nog? Ja. Ja, dan heb ik nu PF. Nou, en dan moeten we met PF, OL en OH maken we de stenen wijzen. Het mocht even duren, maar dan heb je ook wat. Ja, gewoon dat we inderdaad een plantje alle twee anders aan zagen. Dat was gewoon het ding.